In de gemeenschappelijke tuin van een modern Haarlems huizenblok was de Amsterdamse gymnaste Riek Leybrand vaak op turnvisite bij Rini de Wolf. Zowel op de balkons als parterre was er veel stille bewondering voor de lenige verrichtingen van het Amsterdamse meisje dat hier tal van vrije uurtjes benutte om zich voor te bereiden op de Europese turnkampioenschappen in de Poolse stad Krakau. De gymnastische toeren van Riki Leybrand oogsten veel waardering bij de familieleden van Rini de Wolf. Rini zelf liet natuurlijk ook vaak zien dat ze er wel iets van kon. Haar soepele oefeningen op de smalle balk maakten menige buurvrouw wel een beetje jaloers. Al haar energie en moeite ten spijt brachten de beide keurturnsters het er in Krakau jammer genoeg niet zo goed vanaf. Riek Leybrand werd er 23ste, Rini de Wolf 24ste. Maar dat deed niets af aan het genoegen die de turnuurtjes in de achtertuin in Haarlem hun verschaften. Onder de titel Eurokeuken werd ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van een metaalwarenfabriek in het Brabantse dorp Aalst een unieke expositie gehouden. De redactrice van een Belgisch vrouwenblad, Sylviane Dasergue, richtte aldus het heiligdom van de huisvrouw in. Ze was een van de huishoudkundige journalisten die ieder hetzelfde bedrag ter beschikking kregen om een keuken voor een onderwijzersgezin te installeren. Madame is de halve dag bezig met koken en daarom moet het in de keuken ook gezellig zijn. Zo dacht de Franse redactrice Dani Simon erover, die onder meer smakelijke pannetjes van vuurvast porselein aanschafte. Kenners gaven de voorkeur aan het uiterlijke van de cuisine française, die natuurlijk niet zo praktisch was als de kuusje, die werd ingericht door de West-Duitse journaliste Marianne Kekler. In fel contrast met dit functionele werkvertrek was wel de landelijke woonkeuken van Marie-Louise Erasmie uit Luxemburg, waarin het keukendressoir een plaats kreeg. Het geheel deed ouderwets, maar toch ook gemoedelijk aan. Van goede smaak getuigde de inzending van de Italiaanse redactrice Gioia Falk. Een bescheiden, maar toch comfortabel vertrekje, waarin natuurlijk niet de espresso-machine ontbrak. Het doel van de tentoonstelling was na te gaan hoe een eurokeuken er nu uit zou moeten zien. Maar al konden ze het goed met elkaar vinden, daarover werden de dames het nog niet eens. Omgeven door tientallen burgemeesters en wethouders voerde deze acrobaat zijn toeren uit op een oud-Hollandse kermis in de Stadsdoelen in Haarlem. De vroede vaderen van de Spijnenstad hadden dit feest georganiseerd voor de honderden die deelnamen aan het congres dat door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in hun stad werd gehouden. De verlokkingen van deze avond konden zelfs de wijze bestuurderen van vele onze steden en dorpen niet weerstaan, maar begrijpelijk genoeg bleven de feestvierders liever anoniem. De feestvreugde werd even verstoord door het optreden van de klokkenluider van Haarlem, een verre neef van die van de Notre-Dame. Toch genoten de burgemeesters en wethouders met volle teugen van deze middeleeuwse avond, die hun de problemen van de hedendaagse stadsbestuurder even deed vergeten. Op een werf in Giessendam-Hardingsveld stond de nieuwe dagboot voor de lijnhoek van Holland Harwich gereed voor de tewaterlating. Het bijzonder rankenschip was voorzien van twee opdrijftanks met een inhoud van 60.000 liter, opdat het van stapel kon lopen zonder een abnormaal groot risico. Om een reden die dadelijk onthuld zal worden, had koningin Juliana zich bereid verklaard het schip te dopen. Ik noem u koningin Wilhelmina. Ik wens u behouden vaart. Later ging het fraaie schip dat 120 meter lang is te water. Mede dankzij de opwaartse druk van de tanks verliep de stapelloop zonder moeilijkheden. In december zal de koningin Wilhelmina worden opgeleverd aan de rederij de Stoomvaartmaatschappij Zeeland. 15 grote coureurs spoten op het circuit van Zandvoort in een supersnelle boliden weg voor de race om de grote prijs van Nederland, die weer meetelde voor het wereldkampioenschap.
In zijn nieuwe Formule 2-wagen moest onze landgenoot Gaudin de Beaufort, nummer 15, van meet af aan genoegen nemen met de laatste plaats in dit sterke veld. Tot de tienduizenden die hier een bijzonder spannende strijd te zien zouden krijgen, behoorden ook prins Bernhard en de met een hoed getooide hertog van Kent. In de eerste 30 ronden leverden de Amerikaan Marston Gregory, de Zweed Bonnier en de Australiër Brabham een fel gevecht om de eerste plaats. Nummer 7 Bonnier had na 34 ronden de leiding, gevolgd door nummer 8 Brabham, die de grote prijs van Monaco won, en door Stirling Moss, nummer 11, die ze op meesterlijke wijze van de 8e plaats naar voren had gewerkt. In de 49e ronde kon Brabham de grootmeester Moss niet meer houden. Ook prinses Irene zag hoe Stirling tenslotte in de 60e ronde de dappere Bonnier naar de 2e plaats terugwees. Maar Moss werd net als in Monaco weer door de pechduivel achtervolgd, die hem dwong in de 63e ronde op te geven. Teleurgesteld dook hij weg in zijn pit. Nummer 7 Bonnier was weer nummer 1 geworden en bleef nummer 1. In Zandvoort boekte de Zweed zijn eerste Grand Prix zege.